Social selling kun je afvragen, is het iets nieuws? Want verkoop is altijd sociaal geweest. Maar waar het om gaat is het integreren van uh, social tools in je bestaande verkoopproces en in de manier waarop je verkoopt. Denk aan het verzamelen van informatie over een klant, zodat je echt klantinzicht hebt, op het juiste moment in gesprek kunt gaan. Maar ook het hele engage en het bouwen van een relatie over de lange termijn. En ook zeker bij grote accounts met meerdere stakeholders. De social... Is het uitbreiden van je communicatietools met social media. En tot slot zul je het niet alleen maar geïsoleerd moeten zien binnen het verkoopproces, maar ook in samenwerking met marketing, met customer service en met offline tools die we altijd al gebruiken. Heel belangrijk bij social selling is dat je het niet ad hoc gaat inzetten. We hebben het gezien bij hè, social marketing, waarbij iedereen een Facebook pagina deed en voor de vele likes. Het is heel belangrijk om een Strategie op te zetten voor social selling. Wat begint bij heel goed na te denken. Wat wil je ermee bereiken? Welke doelgroep? Hoe past het bij je bedrijfsstrategie? De waardes die je uitstraalt? Et cetera. Dus een stappenproces. Wat ook in mijn boek beschreven staat. En ervaring opdoen. Dus niet te snel te groot beginnen. Begin met een pilot. Kijk wat je ervan kunt leren. En breid het dan uit. En zorg ook dat je mensen meeneemt in de organisatie. Niet alleen de salesmensen, maar ook iedereen die contact heeft met de klant. En zorg voor een consistente boodschap over de hele funnel heen. Dat levert natuurlijk heel veel op: meer omzet en meer conversie. Maar de vraag is natuurlijk: hoe maak je het meetbaar? Hoe zorg je dat je echt weet wat er uit social media via social selling inderdaad aan waarde is toegevoegd voor je bedrijf? Maar wat het ook oplevert, is, wat ik al eerder zei, het klantinzicht. Want je wil. Met verkoop en ook met marketing waarde toevoegen aan elke conversatie die je hebt met klanten en prospects. Daar heb je inzicht voor nodig. Dus gebruik je social media om dat inzicht te krijgen. En een andere hele belangrijke is het luisteren naar wat er speelt. Er liggen zoveel leads voor het oprapen op het gebied van social media. Weet waar je naar zoekt en je zult zien dat je dat dan heel snel kunt vertalen in een goede opvolging en nurturing. Dus begin met social selling vandaag.